ze willen mijn auto gebruiken voor die film. Wat vind jij? Daar weet jij ook voor. Het gaan ermee scheuren op bosweggetjes en dat soort dingen. Maar ja, een hele oude diesel is het nu van ja. Het is begonnen vanaf het moment dat Stefan Brenninkmeijer, de regisseur, mij vertelde dat hij bezig was met een script van Swingers en waar het over ging. En hij vertelde ze over en ik, ja, leuk, leuk, leuk. En ik zat eigenlijk te wachten tot hij vroeg van, Joep, wat voel jij ervoor om daar eventueel een deel te nemen of wellicht een auditie voor te doen, maar dat bleef uit. Dus die avond bleef ik ook met een heel leeg gevoel zitten. Ik ben erover na aan denken. En ik heb nog eens gebeld en we hebben nog eens over gehad. En het werd steeds interessanter, vond ik. En ik dacht, hij vraagt me maar niet. Toen dacht ik van, nou, Joep, ja, dat moet je hem vragen. Dat heb ik gedaan en zo is het eigenlijk begonnen. Actie, Joep. Een actie. Doe, nu, pak die zak. Ja, Stefan, wij willen, of ik wil je namens de acteurs. Nee, even over. Ik vond hem niet zo overtuigd. Even twee in beeld. Hij is deel scherm, kan niet overmaken. Komt ie. En cue. Stefan, wat was het? Wij hebben namens de acteurs wat ik ben gegaan wat aanbieden. Namens wie? Het is een kleine geintje en wij wensen je ontzettend veel succes met ons. Nou, ja. Alsjeblieft. En daar sluit hij als allemaal bij aan. Ja, dat is een bijzonder project. Hij heeft het zelf geschreven, zelf geregisseerd, zelf medegeproduceerd. En dat is leuk. En dat is gewoon voor iedereen spannend. Dat was een, er was vertrouwen bij elkaar. En daardoor konden mensen ook op zich heel veel van zichzelf laten zien. Ik vertrouw in de regisseur ook dat hij misschien maakt hij wel bepaalde shots dat je denkt van nou, dat kan ik of zo. Je weet gewoon dat zal hij er dan niet in snijden, want er is van tevoren dan genoeg over gepraat. En dat is fijn om zo'n vertrouwensband te hebben. Dan werk je gewoon even. Het begon met een telefoontje van Nora Mullens. En die belde mij op om te zeggen dat ik gebeld ging worden door een regisseur. En om mij te waarschuwen dat het geen perverse idioot was, maar een uiterst integer man. Die een film wilde maken over het onderwerp partnerruil. En dat daar nodige seksscènes in zaten. En dat ik bij voorbaat niet moest schrikken. En, dus ik was heel erg op een soort leuke manier op mijn hoede. Zeg maar, daardoor. Zo begon het. En toen heb ik... Ik wachtte af. Ik dacht, nou, we merken het wel. En toen belde die meneer ook op. En toen hadden we gelijk een telefoongesprek van een aantal uren. En zaten mijn kinderen in de keuken, in de kamer te verhongeren en wij zaten in de keuken te bellen. En, We zijn bij elkaar gekomen en een lang gesprek gehad, een hele middag hebben we gezeten. En uiteindelijk ben ik ook heel erg afgegaan op mijn gevoel. Ik had een heel goed gevoel bij Stefan, met name zijn integriteit over het naakt gebeuren en hoe hij daarmee om zou gaan. Ja, ik zou het zo weer doen. Gewoon met weinig en alles binnen 2 weken draaien. Dat betekent gewoon dat je heel hard moet werken en heel geconcentreerd moet werken. En ik denk dat juist daardoor ook wel dat je goed in zit, zeg maar. Mm-hmm. En, maar ik heb natuurlijk echt een fantastische periode gehad. 2 weken heerlijk en hard gewerkt. Nou, het is natuurlijk vrij bijzonder om een film binnen 11 dagen te draaien. En wat ik al vertelde, dat de film was ook ooit bedacht om een soort oefening te zijn. En eigenlijk om bezig te zijn en met een aantal bevriende mensen uit het vak gewoon een leuk projectje te maken. Om op je eigen boekenkast te hebben liggen. Dat was eigenlijk de allereerste trigger om dit project van de grond te krijgen. En Roel René, die hoorde van mij dat ik hiermee bezig was. En die vond dat gegeven zo interessant. En die was zelf op dat moment ook bezig met op een low-budget manier een film te produceren. Dat hij zoiets had van, ik wil jou daarbij helpen. En voel je er niet wat voor om hiermee naar buiten te komen? En daar heb ik toen voor gekozen. Tweede keer hier. Tweede keer. Wat was de eerste keer dan? De eerste keer was ook met Stefan. Dat was de stilte van het naderen. En dat was aardig. Maar nu wordt het top. Het is een beetje vergelijkbaar met het tempo wat ik kende van series als Westenwind en Blauw Blauw. Waar ik dus ook voor gewerkt heb.
daar draai je ook ongeveer 9 à 10 minuten per dag. En dat hebben we dus op dit project ook gedaan. En het grote verschil alleen tussen die producties en dit is dat we hier bijna 2 weken gerepeteerd hebben. En dat we dus absoluut op de set niet het gevoel hadden dat we op een heel hoog tempo aan het werk waren. Een te hoog tempo omdat je... Dat je dus dingen moet laten liggen omdat, omdat je geen tijd hebt om ze goed te krijgen. En wat bij Westerwind en bij Blauw wel veel gebeurde. Soms doe je dingen omdat je het leuk vindt. En ja, dan is geld dus een ondergeschikt iets. Acteursfilm moet ik niet hebben van de effecten of de dingen of gedoetjes. Nee, je moet met z'n vieren moet je gewoon 1,5 uur proberen om die film levendig te houden. En om wat van te maken. En dat op 1 locatie, dat was genoeg uitdaging, zat er dus in. Dus corrigeer elkaar daar ook maar op, Roland, als je wil. Dus ietsje naar links. Oké, en dan in deze beweging. Ja, dan prima. Draai. Joep. Wat ben je aan het doen, man? Het is een eeuwig cliché, maar 1 grote familie ging hier toch enorm op, vond ik. En ik denk dat dat sterker zo was, omdat iedereen voor niks werkte. Ook de crew werkte voor niks, ook de catering, iedereen werkte voor niks. Dus het was voor iedereen liefdewerk. En in de echte betekenis van het woord. En dus was er een hele leuke workaholic sfeer. Met veel wederzijds respect, maar totaal professioneel. Nergens van, nou ja, we doen het voor niks, dus we lopen de kantjes er vanaf. Of we doen het voor niks, dus je mag niks tegen me zeggen. Of, nee, dat was gewoon een totaal professionele context. Je draait er met een dv-camera. En dat, ja, god, het is allemaal net even wat makkelijker dan als je met een op 35 mm draait natuurlijk. Het is eigenlijk niet te vergelijken met elkaar, maar de manier van draaien was prettig. Goed repeteren van tevoren. We hebben 1,5 week ervoor uitgekozen. We zijn met z'n allen naar de sauna gegaan om een beetje vertrouwd te raken met elkaar. Kijk dan maar een beetje naar die lichamen. Dan hoef je dat op de set niet meer te doen en dan gaat het allemaal veel makkelijker. En dan is dat vertrouwen is er dan ook op de set aanwezig. Dus dat heeft erg geholpen. De voorbereidingen zijn gewoon zijn het eigenlijk. Ik vind het een heel leuk project. Dus, waarom eigenlijk? Oh, nou ja, het is gewoon... eigenlijk is het... Een prima locatie. Gaan we hier iets met Rob doen? Leuke mensen mee te werken. Ja, je lult eromheen. Ik lul er allemaal hier mee. Merk je dat er andere spanning is op te zetten als mensen uit de kleren gaan of niet? Nee, want dat creëer je zelf. En als je het niet over hebt, is er ook niet van alles. Domme joh, ik ga ze niet ver. Gaan ze echt naakt, die mensen? Ja. Ja, maar jij... Wat moeten we hier nog allemaal draaien? Want dit is wel 2 pagina's. Ja. Maar het is maar 1 hoek. Ik kan niet, ik ga niet gek in de zaal van dikke dingen doen. Dus het wordt gewoon 2 shirtjes. Ja, dat wil ik niet zelf bedenken. Mag ik nog zeggen. Zeg ook altijd dingen die ik ga nooit doen. En als jij het gevoel hebt van, als ik iets verkeerd wil, je zelf iets hebt van, maar ik weet hoe ik het beter kan doen. Ja. Dan ga je gewoon... Ik vind dat seks in Nederlandse films een ontzettend stigma heeft. En ik wist ook dat ik in het verhaal een behoorlijke lange opbouw nodig zou moeten hebben om voordat ik uiteindelijk met het bloot op de prop kom. Omdat je dan je al zo kan hebben verplaatst in je personages dat je dus niet een voyeur bent, maar dat je bijna meedoet als toeschouwer. En dat is mijn opzet geweest en ik hoop dat dat gelukt is. Het is ook niet per ongeluk dat ik het eerste bloot introduceer in een sauna waar je toch... waarin het toch normaal is dat je daar bloot bent. Dus je krijgt het heel gedoseerd, krijg je het eigenlijk voorgeschoteld. Ik heb mijn striptease naar de winkel. Aha. CD, ja, muziekje voor. Oh, je hebt het? Wat ga je als eerste doen? Wat goed. Ik heb al geoefend naar beneden, dat ging niet goed. Oké, Joep. Nou, Joep gaat nu zijn striptease oefenen.
Een beetje rare muziek erbij nu, maar goed. Ja, ik zat te denken dat ik eigenlijk dit al los heb. Ja. Echt wel. Dat, waarom? Ik zo mijn schoenen, die wou ik... Ik wou ook een beetje los doen en dan wou ik zo doen met mijn benen. En dan wou ik zo plappen, zo klik klik. En dan heb je dan pam in mijn handen. Zo, dat ik dit een beetje los rik zo. Ja. En dan zou je dan deze krijgen. En dan had ik hem moeten vangen eigenlijk. Oh ja, dus dat... Nou, dat is twee keer niks dus. Fantastisch. En nou ja. En dan laat ik mijn broek zakken. Ja. Ja, die kop erbij is goed. Ja, horlogje moet je ook uitdoen, hè? Ja? Als ik mijn broek laat zakken, dan wil ik dat die op de grond ligt en dan wil ik er ook weer zo uitspringen. Ja, een garage, een garage. Zit jouw